Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe vlog. En vandaag is het zover. Audrey wordt 50. Je hoort het, ik ben een beetje stil aan het praten. Het is nog heel vroeg, ze liggen nog allemaal in bed. En we gaan dadelijk Audrey verrassen natuurlijk. Ze krijgt een hele hoop verrassingen vandaag. En we gaan natuurlijk dadelijk eerst hier het huis versieren met allerlei dingen. Daar beginnen we mee en in de loop van de dag krijgt ze allerlei verrassingen. En dat ga je allemaal zien. Ik ga het voor jullie filmen. Hier komt de vlog. Ja, natuurlijk een hele mijlpaal 50 worden. Ik word over een paar maanden 50. Door corona kunnen we nu geen feestje geven. Dat doen we pas nadat ik jarig ben geweest. Eind augustus ergens. Maar zij wordt nu toch al wel verrast. Wat ik zei, we gaan het huis versieren zo meteen met Tuur, Afke en Ties. Rond de middag, denk ik na de middag, wordt ze verrast door haar vriendinnen. En vanavond willen we toch wat vrienden over de vloer hebben. En dan gaan we kijken of dat een beetje coronaproof kan. En vanochtend komt ook nog de kapster. En dan wil ik haar eigenlijk vragen van, nou ja, je mag kiezen Audrey, hoe ik mijn kapsel ga houden. En ik weet dat zij er wel voor is om het helemaal kort te doen. Dus wie weet, einde van de video kort haar. We gaan het zien. Nu eerst versieren dus, thuis. Nou, de versiertroepen zijn ook wakker en we gaan beginnen. Kijk, ik heb allerlei oude foto's van Audrey. Afgedrukt. Die gaan we dus allemaal ophangen. Het is mooi weer, gelukkig. Kijk eens. Kijk wat je verdient, hè. Een handig piezig, stralenblauw. Zo, hier allemaal posters ophangen. Kijk wat ik ook geregeld heb. Oh. Nice. Die gaan we nu even in de tuin zetten. Ja, we willen werken. Kijk de posters. Nu gaan we dus voor die raam nog iets hangen. Ja, en hopelijk hebben we niemand wakker gemaakt door deze actie nog. Dus zo, die komt daar voor de raam. Nou, dat hangt. Dat hangt. Hier de ballonopblaascommissie. Luna, goedemorgen. Kijk, ik weet niet of je het ziet. Kijken wat ze ervan vinden zo meteen. Zo, alles is klaar. De cadeautjes liggen klaar. Nu gaan we de jarige wakker maken. Althans, naar beneden roepen. Dus dat gaan we eens even doen. Leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hiep, hoera! Hoera! Hiep, hoera! Hoera! Mam, wat heb jij een lelijke foto op Facebook staan? Wow! Nou. Zo. Wat een versiering. Nou, ik zou zeggen, ga eerst maar eens buiten kijken. Nou, kom kijken, moeders. Nou ja, wat, ik ben helemaal verrast.
Ja, het is nu alleen een beetje donker in huis, maar... Ja, cadeaus. We beginnen met Tuur zijn cadeau. Komt ie aan hoor. Voorzichtig openmaken. Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Een goed idee, hè? Heel goed idee. Dank je. Even, je was... Dit idee. Ja. Leuk. Kijk eens hoe mooi. Nou, deze envelop lag onder de voordeur doorgeschoven. Dan krijg je een beetje een idee van wat er gaat gebeuren. Lees maar eens voor. Lieve Tempora, een dikke proficiat voor onze samen. We wensen je vandaag een geweldige dag met cadeaus en lieve mensen. Hang uit die vlag. Graag willen we jouw dag kleuren. Laat het maar gewoon gebeuren. Zorg dat je klaar staat om 1:15. Dan nemen we je mee, maar waarheen? Surprise, verrassing, nog even geduld. Zorg dat je buik niet te erg is gevuld. Tot straks, liefst van de Vlugelmeisjes. Oh. Oh? Nou, we weten al iets over de invulling van je dag. Van de vriendinnen is ze dus. Ja. Kijk eens wat een mooie foto's van jou. Nou, de rest van de cadeaus komen later. Yes. Want Tuur heeft nog even les en dan is Ties ook thuis. Maar dadelijk komt de kapster. En een van mijn cadeaus is dat je mag kiezen hoe ik geknipt word. Dus aangezien jij al langer zegt van nou, doe maar eens wat korter. Ja, dan doen we de kapsel wat ik had uitgezocht in de lockdown. Oké. Okay. Dat is behoorlijk kort. Dus ja. Dat wordt echt heel kort. Ja, je gaat kaal. Dat is niet mega kort, maar dat is behoorlijk kort. Ik ga kaal. Oh, dat heb ik nu gezegd. Weet je het zeker? Oké, ouder heeft gekozen. Het haar gaat eraf. Ik ben benieuwd. Nu ziet het er nog zo uit. Daar gaan we. 3, 2, 1 en... Zo, nou, wat vinden jullie ervan? Het is een stuk korter. Het is even wennen natuurlijk. Voor mij ook. Maar nou, valt me niet tegen, toch? Laat in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Ik ben wel benieuwd. Nou, ik ga eens even vragen aan Audrey wat zij ervan vindt en aan de rest van het gezin. Nou, net geknipt. Wat vind je ervan? Ja, mooi. Heel mooi. Staat je goed. Tevreden met het resultaat? Ja. Het is wel wennen, moet ik zeggen, maar ja, het is wel weer iets anders. Dus, precies. Het is niet super kort. Ja, dat leuk. Is ja, weer een cadeau. Daar komt nog meer. Dank je. Nou, Tuur, wat vind jij van mijn kop? What the fuck? Beter of slechter? Fucking bad. Leuk? Ja. Ja? Fresh. Fresh. Oké, dankjewel. Eerste bezoek is gearriveerd. Ja. Maar dat je nog geen bestemming hebt. Lekker. De post is geweest. Begin maar eens met uitpakken. Ja, wat leuk. Volgende. Happy birthday. Oh, wat leuk. Ik vond het niet te vragen dat ik een stemmetje 50 jaar dat maak ik een hele fijne dag van liefst van mijn collega's uit jullie 4. Nice. Volgende. Liefde is niet zo belangrijk. Wel wat je allemaal gedaan hebt. Volgende. Nee, wat? Ja, dat is van mij. Oh! Het cadeautje dat je beleeft. Volgens mij zit er nog een kaartje bij, toch? 50 jaar, tijd voor een sensationeel cadeau. Ik hoop dat ze het aanmeldt. Samen met Liggende Leven. De laatste verslag van rekening, maar eindelijk 50. Love you, Stefan. Oh, dat is eigenlijk van vandaag. Oh. Wat leuk. Durf je eraan? Ja, het is wel eng, maar het lijkt me wel gaaf. Met z'n tweeën, inderdaad. Leuk. Dus, ik hoop dat je het aandurft. Ja, dat durf ik. Leuk. Nou, dankjewel allemaal. Nou, daar komt Ties thuis. Yo. Ik steer het gewoon. Dank je. Graag gedaan. Kijk eens. Thank you. Mooi versierd. Ja. Dat kun je er niet meer naar buiten kijken. Mooi hè, de canvas. Ja.
Nou, je vriendinnen kunnen elk moment op de stoep staan om je te verrassen. Ik ben benieuwd. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Oh, muts. Nou, veel plezier, dames. Ja, bedankt. Jo, doei. Lol in de tuin. Nou, Audrey is dus met haar vriendinnen weg. Ze wordt verrast. Ze gaan hier verderop naar een terras. En daar wordt ze getrakteerd op een high tea. Nou, Afke en Tuur zijn een TikTok filmpje op nemen, geloof ik. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went dancing all this time. What a coincidence. Nou, de tuin nog een beetje verder aangekleed. Voor vanavond. En zoals gezegd, eind augustus, als ik zelf ook 50 ben geworden, dan hebben we een groot feest en zijn we ook van alle corona-problematiek af. Kijk wat ouder me vond, de show thuis. Dus dat was gezellig. Super gezellig. En lekker gegeten dus. Ja, een broodje erbij. Zo. Wat eetjes erbij. Lekker. Want de volgende verrassing is dat we een stukje gaan lopen naar. Opa en oma? Ja, naar je ouders. Aha, ja, want dat is een stukje lopen. Ja, dus daar gaan we nu naartoe. Ja. Leuke surprise inderdaad. Ja, heel leuk. Oké, bloemen. Vlaai, Limburgse vlaai. En mijn haartjes. Hi. Wat lief. Ja, dankjewel. De bloemen wat ik ga gegeven heb, mis ik nog. Oh, nou ja. Super mooi, dankjewel. Mooi. Ja, zo twee korte vazen zoeken. Zo. Volgende verrassing. Sushi! Hey. Smakelijk. Smakelijk. Nog meer cadeaus. En nog meer cadeaus. Oh, zo lang. Voor vanavond. Ja, man, wat ben ik toch verwend met zo'n model idee. We gaan hopen dat ze morgen gezellig met Michels gaan lunchen. Room ook toekezen. Love you, liefs af. Oh. Nog een lunch. Oh. Nog een lunch. Lief toch? Ja, dat was het sushi eten. Dat was heerlijk. En nu het laatste gedeelte. En dat is gewoon een feestje. Een klein feestje onder corona-omstandigheden hier in de tuin. Nog een feestje uit, ja. Nu zijn we nog leuk. Nou mensen, het einde van de dag. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond, alle verrassingen. Heel leuk. Het was een superleuke dag, vol verrassingen. Ik ben wel doodmoe, maar ja. Ik wacht natuurlijk ook een dag ouder. Ja, precies. Ik denk dat het leuk was. Bedankt voor het kijken allemaal en we zien jullie de volgende keer. Ciao! Ciao!